5 Photoshop tips. Deze wist je nog niet, waarschijnlijk. Deze gaan je leven beter maken. Welkom iedereen bij een nieuwe video. Hoe gaat het? Ik ben Rido. Dit is het kanaal voor designers. Vandaag krijg je tips. Normaal krijg je een tutorial. Vandaag krijg je tips. 5 tips voor Photoshop. Ben je Photoshop gebruiker? Gebruik je het soms voor het bewerken van foto's? Of misschien wel voor het bewerken van interfaces? Zou ik niet aanraden, heb je tegenwoordig Adobe XD voor. Maar voor alle Photoshop gebruikers vandaag 5 tips. Laten we maar snel beginnen bij tip 1. Tip 1 is eigenlijk iets heel simpels, maar het is wel fijn. Ik heb hier eventjes een fotootje gewoon in mijn Photoshop geladen. Dit is een foto die ik heb genomen een tijdje geleden al toen mijn app Counting Owl op de markt kwam. Voor de mensen die het niet kennen, dat is een app waarmee je abonnees live kan bijhouden. En dan krijg je een overzichtje van de mensen die je wil volgen. Ik vind het zelf super handig, ik gebruik het ook nog steeds elke dag. Maar in ieder geval, wat het dus is laat staan je wil een selectie maken van een bepaald gedeelte. Dat kan je bijvoorbeeld doen met de pen tool. Dus laten we zeggen, ik pak de P en ik maak even een selectie met de pen tool. En dan heb ik hier een selectie gemaakt, maar laat nou staan dat ik nog een selectie wil maken. Dan kan ik dat doen door shift ingedrukt te houden. Dan komt er zo'n plusje bij te staan. En dan kan ik een tweede selectie toevoegen. Dan heb ik eigenlijk 2 selecties in 1 canvas. Super handig, super chill. De tweede tip is ook heel fijn. Wat nou als je allemaal dingen hebt toegevoegd? Je hebt met de brush heb je allemaal dingen gedaan en je hebt allemaal uitknipsels gedaan. En je probeert met Ctrl-Z of Command-Alt-Z probeer je terug te gaan, maar op een gegeven moment gaat hij niet meer terug. Dat is best wel kut. Dus wat je dan moet doen is even naar Photoshop gaan. Ga je naar Preferences, Performance. En dan kun je hier aangeven hoeveel states je in History terug kan. Die kun je gewoon bijvoorbeeld op 100 zetten. Dus dan slaat die 100 stappen op. Is super chill. Wordt je computer wel ietsjes langzamer van. Dus al heb je een niet zo snelle computer, zou ik dat getal lekker laag zetten. Dan gaat Photoshop lekker snel. En wat je dan nog wel hier ook kan doen, extra tipje, is deze eventjes wat omhoog krikken. Zodat hij net even iets meer MB van je RAM gebruikt. Dus dan heeft Photoshop net even iets meer ruimte. Dan zijn je andere programma's, als je die tegelijkertijd open hebt, natuurlijk wel wat langzamer. Maar met dit soort dingetjes kun je computer wat sneller of wat langzamer maken. En dus je history aanpassen, zodat je meer stappen terug kan. Super chill. Wist ik eerst niet en nu heb ik hem op 100 staan. Derde tip is eigenlijk redelijk simpel ook, maar ook wel handig. Als je bijvoorbeeld een afbeelding hebt en je hebt, laten we zeggen, een blauwe gloed eroverheen. Je wil een beetje zo'n hipster filter maken. In Windows kun je dan gewoon zeg maar hier klikken en dan kun je met je pijltjes toetsen, kun je naar beneden gaan. Maar op Mac werkt dat niet. Dus hoe verwissel je nou makkelijk van blending mode zonder dat je elke keer zo hier hoeft te klikken? Nou, dat doe je dus door even op de selectie te zetten, je muis hier te houden en dan shift plus of min. Dan switcht die gewoon tussen blending modes en dan kun je eigenlijk heel makkelijk een filter kiezen. Als je ziet, deze lighten is wel cool, krijg je een beetje zo'n hipster effect. Doe dat natuurlijk niet te heftig, maar gewoon heel simpel, shift plus en min. Kun je gewoon lekker snel switchen om te zien welke filter bij jou past. Nou, en deze is ook wel grappig. Dit is eigenlijk een hele snelle zoom. Laten we zeggen dat je iets heel groots aan het maken bent. Of je bent echt op detailniveau. Ben je aan het werken. Je zit bijvoorbeeld hier je duim uit te snijden. En je wil eventjes naar een andere vinger toe. Wat je dan doet is hou je H ingedrukt. Ik zoom nog even ietsjes meer in. Zoom, hou je H ingedrukt. En dan klik je ergens. Dan zie je een soort van vierkantje. Laat je hem weer los. En dan zoomt hij daar weer in. Dus dan zie je even het overzicht van waar je mee bezig bent. En laat je hem weer los en dan zoomt hij daarin. Dan hoef je niet zeg maar helemaal uit te zoomen en weer in te zoomen. Het is een heel klein dingetje, maar daardoor gaat je workflow net even wel ietsjes sneller. En de laatste tip is ook super handig. Laten we zeggen, je hebt een duim uitgesneden. Dat ga ik eventjes nu zo doen. En je bent gewoon lekker met de brush ben je aan het tekenen. Wat je dan kan doen is heel makkelijk de selectie omdraaien. Dus zwart is natuurlijk gummen in de brush. Nooit de gum tool zelf gebruiken. Is totaal nutteloos. Want met de brush kun je eigenlijk alles netjes bijwerken. Dus laat staan, je bent hier zo lekker aan het tekenen. En je schiet per ongeluk uit. Druk je gewoon op X. En dan draait hij die kleuren om hier zo. En dan haal je hem eigenlijk weer terug. Dus dan hoef je niet aan die mask te gaan zitten. Hoef je die mask niet om te gaan draaien. Je drukt gewoon heet het op X. Dus zwart haal je een stukje weg. En bij X haal je het weer een stukje terug. Is ook al vaker in wat video's voorbij gekomen. Maar is net even dat handig trucje om je workflow te versnellen. Dus
Zo, en bij X halen we hem weer terug. Dan kun je eigenlijk heel makkelijk en heel secure kun je gaan gummen. Nou, dat waren een paar tipjes. Ik hoop dat jullie toch één of twee of drie misschien wel erin zaten die je nog niet kende. Dat je workflow iets kan versnellen. Ik gebruik deze eigenlijk dagelijks als ik bezig ben met Photoshop. Dat waren de tips. Al wil je nou meer Photoshop tips, laat het me even weten hier in de reacties. Dan gaan we dat gewoon regelen. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei! In deze video hebben wij gebruik gemaakt van Adobe Photoshop. Onderdeel van Adobe Creative Cloud.